Statistieken hebben uitgewezen dat de Nederlanders steeds meer uit de muur eten, zoals dat heet. Kroketten zijn daarbij favoriet. Hoewel er tal van snackbars en bedrijven zijn die hun artikelen zelf maken, is de kans toch groot dat uw uit de muur getrokken kroket uit een fabriek in Maastricht komt. Vijftien jaar geleden begon een slagerszoon met het maken van wat kroketten voor enkele cafés in de buurt. Nu draaien machines er elke week 500.000 uit, die hun weg vinden door heel Nederland en onder meer ook worden uitgevoerd naar België en Duitsland. Van het een kwam het ander. Na de kroketten, de lumpia's. 150.000 per week. In dezezelfde sfeer moeten daar dan nog worden bijgeteld zo'n 100.000 bami- en nasi-schijven. Dat er tegenwoordig ongelooflijk veel van al dat spul wordt verslonden, bewijst voort de wekelijkse productie van schrik niet 1 miljoen frikandellen. De grotendeels geautomatiseerde fabriek biedt werk aan 115 mensen. Daaronder slagers en koks en ongeschoold vrouwelijk personeel dat onder meer te werk is gesteld op de pakafdeling, waar het een grote handvaardigheid heeft ontwikkeld. De voedselindustrie weet zich efficiënt aan te passen aan onze gewijzigde eetgewoonten.